Nu ben jij al een tijdje aan het werk bij Jong Oranje. Ja. De vorige ziel, kun je die nog herinneren? Ik denk Van Drongelen. Ja, precies. Nou ja. Eén keer goed. Ja. Ook een onverstoorbare verdediger wat dat betreft. Het zijn mooie woorden van bondscoach Erwin van der Looy. Na Rick van Drongelen uit Axel zit er met Jean-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden weer een Zeeuw in de selectie van Jong Oranje. De nieuwkomer meldde zich dinsdag voor het eerst in Zeist. Nou, sowieso dat ik hier ben is natuurlijk een trots gevoel. Dat je zegt dat je met je leeftijdsgenoten de beste van het land, dat je daarmee samen mag komen en dan twee wedstrijden mag spelen. En je kijkt naar uit. Ook gewoon wat niveau is en hoe al die jongens zijn en wat je zelf kan doen. Dus nee, ik ben benieuwd. Van Hekken meldt zich bij Jong Oranje als vaste basisspeler van Blackburn Rovers. Bij de club, die speelt op het tweede niveau in Engeland, miste hij dit kalenderjaar nog geen enkele wedstrijd. Ja, het is wel even fijn, gewoon even uit een andere, naar een andere omgeving toe, weet je wel. Dat is ook wel een keer lekker. En natuurlijk Blackburn, nu weet je wel hoe en wat. En dat is ook wel lekker. En nu is het ook weer mooi om weer een nieuwe uitdaging te hebben voor 10 dagen dan nu. Iets meer voetbal verdedigen misschien van de oude stempel. Goed in de duels, agressief. Ja, ze verbeterpunt ligt misschien af en toe in balbezit, in de passing. Terwijl in Nederland is het vaak andersom. Hè. We willen graag verdedigers die geweldig kunnen passen. We vinden het verdedigen iets minder belangrijk regelmatig. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik zeg Virgil van Dijk, Jaap Stam, Matthijs de Ligt en nu Jean-Paul van Hekken. Dat is toch een mooi rijtje. Nee, zeker. Ja. Als kleine jongen, ik zei nog 4 jaar geleden, speel je nog bij de amateurs. Dan heb je nooit gedacht dat je überhaupt profvoetbal gaat halen nu. Wij bij Jong Oranje, dus dat is wel een moment om trots te zijn. Maar voetbal gaat ook weer snel door, dus dan moet je ook weer de knop omzetten en het hoogst haalbare uithalen. Het hoogst haalbare, dat is voor Jong Oranje kwalificatie voor het Europees kampioenschap onder 21 jaar. Morgen speelt Jong Oranje met misschien wel Van Hekken in de basis in Sofia tegen Bulgarije. Bulgarije staat dan wat onder ons met minder punten, dus die moet je eigenlijk winnen. En dan heb je Zwitserland nummer 1 en wij eigenlijk zelf alleen een wedstrijd minder. Dus als je die wint, kom je natuurlijk in de top van de groep. Dan ga je rechtstreeks naar het EK. Daar spelen we voor natuurlijk. Die Zeeuwen, daar kun je karakterologisch wel bouwen? Zeker, ja. Nou ja, ik ken natuurlijk Van Hekken nog niet zo persoonlijk. Maar dat was met Van Drongelen zeker zo. Dus ik ga ervan uit dat die uit goede hout gesneden zijn.